Hallo, welkom in mijn nieuwe ingerichte kantoor en bij deze office tour video. Als je me volgt op Instagram, dan heb je waarschijnlijk meegekregen dat ik een maand of 4 geleden in deze ruimte ben getrokken om video's op te nemen, met mijn team te zitten en allerlei leuke creatieve dingen te doen. En het moment is daar om jullie een rondleiding te geven. Ik weet niet hoe jullie dit het liefst willen zien, maar ik dacht, ik loop gewoon de hele ruimte rond en dan vertel ik bij elk hoekje hoe, wat, waarom en zo. Dit is een van mijn favoriete areas van het kantoor, omdat ik gewoon verliefd ben op dit kamerscherm. Ik zag het toen ik een video aan het opnemen was met Bobby en toen dacht ik, kan ik dit scherm jatten uit haar kantoor zonder dat ze het doorheeft? Ik denk het niet. Dus heb ik nu mijn eigen en deze gebruik ik voor allerlei dingen als prop in video's en tijdens het shooten, maar ook om ruimtes een beetje te verdelen of om een rommelhoekje af te schermen of om achterom te kleden. Dus het is echt een soort super functioneel ding voor mij. Je kan ook heel leuk je eethoek en je zithoek een beetje van elkaar verdelen hiermee. Dus ik vind deze heel mooi. En wat het leuke hieraan is, is dat het met de hand wordt gemaakt in Bali. Dus hier zitten mensen dagenlang aan te vlechten. In goede omstandigheden trouwens, heb ik meteen gecheckt. Maar vind ik wel heel bijzonder. En dat iets niet uit een fabriek komt gerold en dan in je kantoor staat. Dus hier ben ik super blij mee. Vind ik echt heel mooi. En doordat het een beetje een bohemian gevoel heeft, maakt het de ruimte meteen ietsje warmer. Want er is hier veel beton, wit en strak en dat heeft het dan wel nodig. Dit is een hoekje waar ik heel graag zit om even Instagram te bewerken of zo. Ik vind het fijn dat ik wat groen en wat sfeer naast me heb liggen. En ik ga vaak gewoon helemaal opgekruld op deze stoel zitten, want hij is heerlijk. Ik moet nog even een lekker kussentje voor erin. Ik was eigenlijk op zoek naar mooie zwarte kussens of iets heel donkerblauws, wat het lichten van de stoel een beetje een tegenhanger geeft. Hij is zo comfortabel en zo mooi. Ik ben echt super blij. En ik vind het ook mooi dat dit dan weer hout in plaats van stalen pootjes heeft, omdat het ook weer een beetje warmte geeft. En overal komt ook wel hout terug in subtiele accenten. Dit zijn eigenlijk twee random bij elkaar gezette bijzettafeltjes. Eén van Sissy Boy, één van Meet. Het fijne aan kiezen voor één kleur metaal, dus rosé goud of messing zoals ik hier heb gedaan, of brons of zwart staal, is dat alles gewoon bij elkaar past. Dus ik heb gekozen voor alles in mat gouden accenten en dan kun je heel makkelijk door je hele ruimte wat eenheid creëren. Deze tafeltjes zijn best wel in een andere stijl, maar die passen daardoor toch goed bij elkaar. En hierop gewoon wat spulletjes die ik door de loop van de jaren of maanden verzameld heb. Ik neem ook de hele tijd dingen uit mijn huis mee hier naartoe. Eigenlijk is alles wat ik leuk vind nu in dit kantoor. Ik wil hier ook wonen. Ik denk dat het best kan, want er staat hier ook een hele lekkere bank. Dit is een monsteria plant en die heeft van die bladeren die je ook los kunt kopen en die ik ook vaak in mijn huis heb staan. Het is gewoon mijn favoriete type blad. Hoe specifiek kun je zijn? Een favoriet blad heb ik. En dat is dus deze. Dus die moest hier sowieso in. Ik heb nog niet echt mooie bloempotten gevonden. Dus hij zit nog gewoon in dat plastic omhulsel. Wat ik super lelijk vind. Maar ik kan gewoon niet echt hele nice bloempotten vinden. Als jullie een gouden tip hebben, laat het me zeker weten. Ik wil zeggen, dit is mijn favoriete hoekje van het kantoor, maar dat heb ik dus bij alles. Ik ben helemaal verliefd. Het is echt zo leuk om een eigen plek te hebben zoals deze en het helemaal te kunnen inrichten zoals je wil. En kantoor is voor mij echt wel een bijna emotionele plek, omdat ik 10 jaar geleden ben begonnen vanaf een studentenkamertje met bloggen. En het is nu dit en dit is gewoon mijn eerste echte eigen kantoor. Dus dat voel ik heel erg als ik hier ben. En deze plek vind ik heel warm en gezellig en relaxed en ik moet zeggen, sinds een paar dagen een bank heb, ga ik de hele tijd hier languit mail zitten typen. En ik vind dat zo chill voor de afwisseling. Maar het is ook fijn om gewoon verschillende hoekjes te hebben. Daar heb ik bij de indeling van de ruimte heel erg over nagedacht. Het is volgens mij 66 vierkante meter, oprecht groter dan mijn appartement. Dus ik heb heel erg gekeken, oké, hier komt dan een soort van rusthoekje. Daar een werkhoek, daar een eethoek. Zodat je echt verschillende gebieden hebt voor verschillende functies in één ruimte hebt, want het is gewoon een open plek. Dus ja, anders loopt het heel erg door elkaar.
De bank is van Westwing. Is best stevig, we moeten hem nog een beetje inzitten, maar hij bounced wel lekker. En bij dit oranje past eigenlijk van alles. Blauw, groen, roze, grijs. Dus ik vind het een hele onverwachte kleur. Je ziet velvet toch vaak in dat hele typische mosterdgeel of in blauw bijvoorbeeld. Maar dit roestbruine zie ik bijna nooit. Dus dit vond ik wel een hele vette soort van 70s glam vibe. Wat me ook heel erg aanspreekt aan deze bank is dat hij wel velvet is. Dus wel zacht en lekker om op te zitten. Maar niet zo'n hele bohemian sfeer heeft. Hij is strak van vorm. Hij heeft die hele rechte, strakke, gouden onderkant. Dus ik vind hem daardoor iets moderner. En iets meer een designbank dan een hele gezellige bank. En dat was precies waar ik naar op zoek was voor een kantoor. En hierachter een collagewand die ik bij Decennio heb besteld. Allemaal posters die ik daar heb besteld. Je kunt daar in één stijl bijvoorbeeld zwart-wit, graphic, allerlei posters vinden. En dan zelf samenstellen wat je leuk vindt. Daar heb ik het ook in een andere video al over gehad. Ik zal hem hieronder even linken, want daar geef ik ook wat tips over hoe je dat dan samenstelt. Maar de key is eigenlijk vooral kies een oneven aantal posters. Want dat geeft het wat spanning en maakt het minder symmetrisch en perfect. Blijf binnen één thema of binnen één kleurthema. Dus of alles zwart-wit of met roze accenten of groen tinten. Of kies bijvoorbeeld voor allemaal kunstwerken of allemaal foto's. Dat geeft vaak wat helderheid. En als je dat niet mooi vindt, kies dan in ieder geval dat de lijsten hetzelfde zijn. Dat je allemaal houten of zwarte of witte lijsten hebt. Verder is het ook slim om dit eerst op de grond helemaal neer te leggen en te gaan passen en meten voordat het op de muur gaat. Klinkt logisch, maar ik heb zelf wel eens gehad dat ik gewoon eerst ben begonnen met één zo'n ding ophangen en het dan helemaal niet uitkwam. Dus dat zijn even een paar tips die ik zo uit de mouw schud die ik zelf heb ervaren hiermee. Deze bijzettafel was een van de eerste items die ik binnenkreeg en ik ben er echt obsessed mee vanwege de gradient van blauw-groen naar roze en de verschillende vormen aan de zijkanten, rond en vierkant. Ja, ik vind deze echt geweldig. Zo ontzettend mooi. Deze spiegel is ook iets waar ik heel blij mee ben. Ja, ik zeg het over alles, maar ik ben natuurlijk nu gewoon helemaal content met hoe dit kantoor eruit ziet. Deze is ook van Made en heeft ook weer dat geborstelde gouden randje. En ik vind het heel fijn dat hij wat breder en hoger is dan normaal, zodat ik mezelf heel goed van top tot teen kan zien en een goede mirror selfie kan maken. Wat ook heel fijn is, als je misschien minder ijdel bent of minder jezelf hoeft te fotograferen in spiegels, is dat zo'n spiegel de ruimte optisch groter maakt. Ik heb hem expres facing that side gezegd. Dus dat je eigenlijk naar de rest van het kantoor kijkt als je binnenkomt, waardoor de ruimte haast twee keer zo groot lijkt als je hierin kijkt. Dus optisch gezien spiegelt en verdubbelt zo'n spiegel dus de ruimte. Nog een plant, een bananenplant is dit. Lukt mij niet altijd om bananenplanten in leven te houden. Überhaupt planten, best wel een moeilijk onderwerp. Hoe moet dit ooit als ik kinderen heb? Maar goed, ik heb het weer geprobeerd. Ook deze zit nog niet in een mooie pot. Working on it. Maar ik dacht, ja, voordat zo'n ruimte helemaal perfect is, dan duurt het nog 3 jaar. Dus ik wil het gewoon nu met jullie delen. Dit zijn dan de bureaus, de werkplekken. Ik heb twee werktafels waar je in principe met 2 personen per tafel aan kunt zitten. Maar je kan ook aan de glazen tafel zitten. Dus zo zijn er in totaal 7 stoelen. En dan kun je natuurlijk nog op de bank zitten of op de cocktailstoel. Dus er zijn 10 zitplekken. Dus dan kun je eigenlijk lekker door het kantoor hoppen. Deze bureaustoelen, daar ben ik heel blij mee. Bureaustoelen zijn echt zo'n soort necessary evil. Die altijd fucking lelijk zijn en niet lekker zitten. Of je moet kiezen inderdaad voor zo'n hele praktische die er ook niet mooi uitziet. En dit is dus iets wat door de padding super lekker zit. En wat rolt, maar wat er ook geweldig uitziet. Zo ontzettend mooi. Volgens mij is dit eikenhouten en dit is dan van echt leer. Dus ja, dit zou je gewoon als designobject in de ruimte willen zetten. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Dit is echt een topvondst.
Het zijn hele simpele kasten van de IKEA. Deze stond ook al in mijn vorige kantoor voor de echt heel oplettende kijker. En deze bakjes, daar waren jullie echt obsessed mee. Ik kreeg zoveel vragen in mijn DM's. Waar is het van? Waar is het van? Maar ik dacht, ik ga alles gewoon in de video vertellen en hieronder schrijven ook. Deze bakjes komen allemaal van de HEMA en je kunt ze ook heel handig stacken. Hey heeft ze ook in een net iets toffer kleurenpalet, denk ik wel, maar weer net wat duurder. En ik vind deze roze tint gewoon briljant. Hier zitten al mijn beauty spullen in, die worden opgestuurd en items waar ik nog content mee wil maken of moet maken. Papierwerk, ja, dingen zoals theedoeken en afwasmiddel, gewoon de niet sexy dingen die je niet in beeld wil hebben. Dat zit allemaal hierin. Hier heb ik nog zo'n kast. Dit is de servieskast met eigenlijk een heleboel dingen van H&M Home. We hadden eerder een brunch met H&M Home georganiseerd om het kantoor in te wijden. Ik zal even een leuk plaatje hier ergens in doen. Toen mocht ik een aantal items uitzoeken om de ruimte mee te stylen. En die zie je onder andere hier terug. Een deel van de items in het kantoor zijn door merken gegift. En een deel van de items heb ik zelf gekocht. Als je daar trouwens vragen over hebt, laat het me even weten in de comments. Ik heb bijvoorbeeld van Made, Westwing en H&M Home wat dingen mogen uitzoeken. En die zie je ook in kantoor terug. Dus als je vragen hebt over waar dingen vandaan komen of hoe dat werkt of whatever, let me know. Ik heb gekozen voor mooie keramieke borden en deze bekers die ik zelf thuis ook heb, maar dan in het zwart, die ik zo lekker vind drinken. Zwart bestek, omdat ik dat chiquer vond en ik niet overal die gouden details wilde. Dus dat is dat. Dit is een kledinghoekje waar ik eigenlijk allemaal items neerhang die binnen zijn gekomen met de post. Of die ik wil stylen om foto's mee te maken. Of gewoon de jassen die we die dag aan hebben. Dus een soort kapstok meets shoot rack. Dit vind ik ook zo grappig. Als je dit beweegt of als het waait, dan wordt het een soort triangle effect. Deze kleerhangers vind ik zelf super mooi, van geborsteld goud ook. En dit rekje kwam ook uit mijn vorige kantoor. Heb ik op Etsy besteld. En vind ik nog steeds gewoon heel clean, Scandinavisch, chill en wat mooier dan de meeste kledingrekken die je tegenkomt. Dus daar word ik ook heel blij van. Ik heb eigenlijk bijna alles van mijn vorige kantoor meegenomen en gewoon gerecycled hier als het ware. Zoals die IKEA-kast, dit rekje, de bureaus. En de vorige bureaus, die gingen ook mee, maar die hebben we nu vervangen. Dus het is wel leuk dat je zo ook dingen blijft gebruiken. Niet alles is nieuw. Hier een gezellig hangplantje. Nog een print van Decennio die ik heel mooi vond. Beetje Matisse-achtige kleuren gebruik. Dit is ook echt mijn pride and joy. Hierachter zit nog een hoekje en daar heb ik op een gegeven moment allemaal dozen, fotoprops, troepjes, dingen ingegooid. Maar ja, er was natuurlijk een doorn in het oog. Ik kon er niet tegen die rommel en die onrust. Dus toen hebben we zelf gewoon een improvisorisch gordijn gemaakt. Ik dacht eerst, ik moet iemand inhuren en dan een gordijn roeden. Op de een of andere manier spannen hier tussen, maar het is best wel ingewikkeld. En toen dacht ik, ik koop gewoon een mooie stof. Bij A. Boeken heb ik dat gedaan, een stoffenwinkel in Amsterdam. Nou ja, Evie heeft dat gedaan, ik ga niet met de eer strijken. Een stof met een beetje structuur erin, die nog een klein beetje transparant is, zodat die ook wel flowy blijft. En die hebben we gewoon met gouden, dikke punaises, hoppa, plafond ingeduwd. En het was een gordijn. Top. En de tafel, ik koos voor deze omdat een transparante tafel natuurlijk de ruimte minder doorbreekt. Je kunt er doorheen kijken, dus hij neemt optisch niet heel veel plek in. En een ronde tafel vind ik gewoon heel gezellig. Zeker als je hier bijvoorbeeld wat wil lunchen samen of je wil met iemand overleggen. Dan zit je lekker dicht bij elkaar en iedereen kan elkaar aankijken. En ik vind het ook fijn om met vormen te spelen. Dus ik heb langwerpige bureaus, ik heb een vrij vierkante bank. Dus dan is een ronde tafel met rondhoekige stoelen heel fijn. Een mooie afwisseling. Hij is van glas, dus ik heb de hele tijd vette vingertjes erop. Dit is dus geen kidproof tafel. Het is echt wel een volwassen mensentafel. Maar ik vind hem heel mooi en ik vind dit ook leuk om te doen. De smegger is een van de eerste items die ik kocht voor het kantoor. En dat was echt wel een soort lifelong dream die in vervulling ging. Ik denk dat ik sinds mijn 12e of zo obsessed ben met smegs. En ik dacht altijd, oh, als ik later groot ben, dan koop ik er één. Maar die dingen zijn natuurlijk hartstikke duur. En ook best groot voor hoeveel er daadwerkelijk in past. Dus niet de meest praktische. Nou ja,
Ik had er nooit plek voor of geld voor of whatever. En toen dacht ik, dit is mijn kans. En eerst zou ik een witte van iemand overnemen. En toen kwam uiteindelijk deze op mijn pad voor een hele goede deal. En toen dacht ik, ja, ik moet toeslaan. Dit wordt hem. En roze is gewoon toch wel echt mijn lievelingskleur smeg. Dit hoekje is het koffiehoekje. Hier komt nog een mooi dressoir voor in precies deze kleur donkerbruin hout. Dit is nu een bijzettafeltje van H&M Home. Waar ik ook heel veel vragen over kreeg. De bloemen, zou ik niet weten welke het zijn. Die kreeg ik cadeau van een collega. De vaas heb ik ook al heel lang. Het kan dat die van HK Living is, dat weet ik niet zeker. Koffiezetapparaat is van Nespresso. Super mooi en ook super fijn. Echt de lekkerste koffies komen hier uit. En ik voel me helemaal een barista met dat kannetje. En dit is gewoon echt zo'n mooi object om neer te zetten. Dus dat was ook wel een soort upgrade van mijn vorige koffiezetapparaat. Dus daar ben ik ook heel blij mee. In het Chanel tasje zitten allemaal koffiecupjes. Ik vond het leuk om dat daar allemaal in te doen. En dan ben ik nu weer bij deze deur aanbeland. Wat betekent dat ik jullie het hele kantoor heb laten zien. Van elk kussentje tot elke plant en elke opbergdoos. Ik hoop dat je het leuk vond om even te zien waar ik nou mijn meeste dagen doorbreng. En natuurlijk ook dat je het mooi vond of er misschien wat tips uithaalde. Als er nou iets is wat ik niet heb besproken en waar je heel nieuwsgierig naar bent, laat het me zeker even weten in de comments, want die lees ik altijd. En dan kan ik jullie allemaal terugschrijven. Heel erg bedankt voor het kijken en vergeet vooral niet je te abonneren als je geen video wil missen. En dan zie ik je heel snel weer in een volgende. Doei!